Op woensdag 18 oktober vond de 5e editie van het schooltafeltennistoernooi Table Stars The Battle plaats bij Tafeltennis Zwolle. Dit jaar deden er maar liefst 20 teams mee van 16 verschillende basisscholen uit Zwolle. Het toernooi werd ook dit jaar weer georganiseerd door Tafeltennis Zwolle en Sportservice Zwolle. Ja, het is echt super. Het is ongelooflijk. We hebben nog nooit zoveel vrijwilligers gehad. Dus je kan alleen maar als club en als Zwolle kan je er alleen maar trots op zijn. Het evenement trok veel bezoekers. Trotse ouders, opa's en oma's, veel vriendjes en vriendinnetjes stonden langs de kant om hun favorieten toe te juichen. Goed. Ze doen het echt heel goed. Ik vind het een hele gemoedelijke sfeer en een sportieve club mensen. En ze zijn sportief en ze luisteren verder goed naar aanwijzingen. Nee, ik geef ook een dikke 8. Het gaat wel goed, maar ik heb er wel 2 verloren, maar voor de rest heb ik wel alles gewonnen. Het beste team van Zwolle kwalificeert zich voor de landelijke finale in 2018. Die wordt gehouden in het Landsteden Sportcentrum, waarbij teams uit het hele land meedoen.